Welkom bij een nieuwe aflevering van Sanang Tori. In deze aflevering praten we met, de doch met dochter Akash Chutug. De Werelddiabetesdag is jaarlijks op 14 november en is de belangrijkste wereldwijde bewustwordingscampagne voor diabetes. Wereld Diabetesdag werd in 1991 door de Internationale Diabetesfederatie, IDF, en de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, Geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. Dr. Chortou, welkom in het programma. Dank u wel. Hoe belangrijk is uh, Wereld Diabetesdag? Wereld Diabetesdag um, is eigenlijk een, uh, een, een heel speciale dag. Waarbij men dus. Um, diabetes, die eigenlijk een groot gezondheidsproblematiek is. niet alleen wereldwijd, maar ook in Suriname. Dus herdenkt en ook de mensen die daarmee het um, strijd uh, aan het vechten zijn met betrekking tot sociaal, uh, lichamelijk als geestelijk, dat we dus die mensen met kans geven om um, ook een beetje bij te halen en uh, natuurlijk ook uh, bewustwording van onze uh, van diabetes natuurlijk. Welke bewustwordingscampagnes uh, uh, denkt u dat er gehouden zal worden uh, in verband met Werelddiabetesdag? Voor zover uh, weet ik dat er uh, op, uh, op mijn werkplek, ACP, dat men daar ook heel actief bezig is. Zelfs aanstaande donderdag is er een, een gesprek daarbij ook, uh, waarbij de vaatchirurg, de nefroloog en ook de diëtist, de drie belangrijke specialisaties die betrokken zijn bij diabetes ook um, een belangrijke presentatie zullen voorleggen. En uh, ja, ik vind dat dat ook een, dat eigenlijk een goed idee is en een goed initiatief is, een goed begin is om eigenlijk uh, dit alles, als diabetes, um, eigenlijk naar voren te brengen en het belang ervan uh, te highlighten, als het ware. Wat verstaan wij onder diabetes? Diabetes is een stofwisselingsziekte, we noemen het een metabolische ziekte. Waarbij er een relatief tekort of absolute tekort is aan insuline. aan hangt af van type 1 of type 2 diabetes. Bij type 1 diabetes is er dus uh, absoluut tekort aan insuline. Je hebt, het lichaam maakt dus helemaal geen insuline. En bij type 2 is er dus um, dat het lichaam wel insuline maakt, maar het lichaam reageert dus niet adequaat erop. Waarbij we dus steeds meer dosering aan insuline nodig hebben om hetzelfde effect te krijgen uh, als bij een gezonde persoon. En waardoor dus een hoge bloedglucose gaat ontstaat. Hoe krijgt men diabetes? Diabetes dan hangt het af van welk type het is. Type 1, zoals ik al zei, is genetisch. Er is vaak een genetische predispositie daar. Um, het zit in de genen. Het komt ook vaker voor in de kinderjaren of onder de 40 jaar. Dat, die kan je dus niet voorkomen. Als je eenmaal een genen hebt. Je krijgt diabetes type 1. En je bent gelijk aan insulineafhankelijk. Dat wil zeggen, je moet voor je hele leven lang insuline gebruiken. Maar praten we over type 2-diabetes, dan uh, is dat, hangt het meer af van je leeftijd. Ja, en je, natuurlijk, je dieet. Hoe je dus eigenlijk. De um, meeste mensen hebben dus uh, verminderde bewegingen. Uh, ze eten dus alles, ongezonde voeding. Dus die leefstijl die samenhangt met het ontstaan van type 2 diabetes en eigenlijk wat daar eigenlijk op de voorgrond ligt is insulineresistentie. Insulineresistentie die zorgt uiteindelijk ervoor dat je diabetes type 2 krijgt. En Insulineresistentie wil zeggen dat, het dat de cellen, de target lichamen, sorry de target organen uh, waar insuline dus op moet werken, dat ze dus niet adequaat werken. Dus al maakt het lichaam nog insuline, maar het reageert niet op die cellen, waardoor die glucosegehalte in het bloedbaan dus blijft stijgen. En uiteindelijk heb je dus uh, steeds meer en meer insuline uh, nodig. Hebt. Uiteindelijk uh, gaan de cellen dus vernietigen en dan krijg je dus verminderde pro uh, productie. En mensen krijgen dus diabetes. Wat kan uh, men doen om dit te voorkomen? Type 1 kan je niet voorkomen. Type 2 kan je ook niet altijd voorkomen. Ik let maar, ik zeg altijd. maar stel je voor uh, dat het in je familie voorkomt: type 2-diabetes, dat je aanleg hebt om diabetes te krijgen. Um, kan je het toch nog krijgen, maar er zijn natuurlijk risicofactoren die betrekking hebben op het ontstaan van type 2-diabetes. Zoals ik zei, uh, voeding en beweging, lichaamsbeweging. Die twee die zijn de, een van de sterkste risicofactoren voor het ontstaan van type 2 diabetes mellitus. En die vind ik dat we dus wel in onze eigen handen hebben. En die we dus toch nog zelf kunnen sturen. Hoe groot denkt u dat uh, het aantal patiënten uh, dus in Suriname in Suriname is? Als ik het goed heb, um, er is geen onderzoek in Suriname gedaan. Uh, zover ik het weet. Maar um, het zal wel in de... 50, 60.000 mensen in Suriname zijn. En natuurlijk het komt bij bepaalde etniciteit meer voor. Zoals Aziatische afkomst. Dus dat soort dingen spelen een grote rol met ons staan. Welke leeftijdsgroepen lopen het grootste risico om diabetes te ontwikkelen en wat zijn de complicaties? Um, als we het hebben over type 1 diabetes, militus, ja. zoals ik al zei, is, komt het meer voor bij kinderen, ja. kinderen, natuurlijk, tussen de en 40 zou je zeggen, maar ook jonger, zien we dus ook vaak voor. En de reden daarvoor is: type 1 is een auto-immuunziekte, het lichaam, die beschadigt eigen cellen, waardoor men dus geen insuline produceert. Vandaar je die leeftijdscategorie daar hebt. En type 2 die heeft meer te maken met je uh, leefstijl, waarbij we dus meer boven de 40 jaar of 45 jaar bij deze mensen dus meer zien. Mensen zijn, min, mensen zijn dus minder actief. Ze hebben een sedentaire leefstijl en ook nog, ook nog een verschillende dieetfactoren die daarbij ook een rol spelen. Dus ik zou zeggen boven de 40 en 45 jaar uh, komt type 2 het meest voor. En de complicaties uh, op lang termijn uh, kan een diabetes mellitus zich presenteren als een acute myocardinfarct, een hartinfarct of een beroerte Um, en dat komt, uh, dat, uh, komt voor door, uh, eigenlijk, um, doordat de bloedvaten eigenlijk vernood raken. En uh, in, natuurlijk in de hersenen, in het hart, maar het kan ook aan de benen, waarbij men uh, dus zodanig erger, dat de benen eigenlijk geamputeerd moeten worden. Dus, dit zijn allemaal complicaties die zich kunnen voordoen bij diabetes mellitus: uh, type 1 als type 2 diabetes mellitus. Welke behandeling krijgt een diabetespatiënt? Een diabetespatiënt diabetes type 1 die krijgt insuline. Die is insulineafhankelijk, dus die moet uitsluitend insuline krijgen. Maar type 2 hebben we dus een scala aan medicijnen, verschillende type medicijnen, waaronder um, metformine, glyclasside. Um, er is ook nog Posempiq die men gebruikt. Ook, um, maar ook nog in een later stadium waarbij deze medicaties dus. Um, eigenlijk niet voldoende werken, waarbij de mensen toch nog insuline uh, nodig hebben... om eigenlijk de bloedglucosegehalte gehaald in het bloed stabiel te houden. Is er genezing mogelijk? Genezing van type 1 diabetes mellitus niet. Type 2 diabetes mellitus, genezing... Zou ik, ik zou het niet zo noemen, maar um, je, je kan wel door leefstijl veranderingen... En door uh, natuurlijk leefstijlverandering kan je dus de risicofactoren zodanig laten dalen dat je dus eigenlijk dat de kans om krijgen van diabetes mellitus dus eigenlijk helemaal uh, reduceert. Maar als je eenmaal type 2 diabetes hebt in een beginstadium kan je het wel terugkeren wanneer het lichaam nog steeds insuline maakt en er sprake is van insulineresistentie kan je door leefstijlsveranderingen, namelijk genoeg bewegen en, uh, en gezonde voeding, kan je dus ervoor zorgen dat die cellen, um, die targetorganen dus zodanig gestimuleerd worden dat insuline er toch nog adequaat kan reageren. En dat je uiteindelijk toch datgene kan terugdraaien. Dat is pas in het beginstadio. Maar natuurlijk gaat diabetes echt gepaard op lang termijn met uh, complicaties. Ja, korte termijn complicaties en lange termijn complicaties. Ja, korte termijn complicaties heb je dus. De meeste mensen bij type 2 is het zo dat ze niet kunnen zien dat ze diabetes type 2 hebben. Want het is asymptomatisch over groot deel. Het wordt misschien bij routine lab ontdekt. Of, um, want de symptomen zijn um, niet al zo duidelijk. Mensen moeten dus. Die krijgen dus heel veel dorst, ze moeten vaker eten, ze moeten flink gaan plassen, steeds rennen naar het toilet. Maar dit, is allemaal, dit komt allemaal doordat de glucosehoud in het bloed dus hoog zit, waardoor de neer dus meer glucose filtert. En met de glucose gaat het water dus ook nog eruit en waardoor men steeds gaat plassen. Je verliest dus glucose, het lichaam, de targetorganen, die krijgen dus glucose niet, want ze moeten binnen de cellen gaan om te kunnen werken. En daardoor verlies je dus glucose en uiteindelijk heb je minder energie. Mensen zijn vermoeid. Uiteindelijk zijn mensen dus ook nog krijgen bij een minimale wondje. Zien ze, merken ze dat het weken precies zo blijft: dat de bacteriën meer kans krijgen om te groeien. Het uiteindelijk geïnfecteerd. En dit zijn allemaal indicaties waarbij je dan richting diabetes moet denken. Hoe belangrijk is dat men zich laat onderzoeken op deze ziekte? Het hangt af van uh, verschillende factoren natuurlijk. Als je ziet dat in je familie diabetes voorkomt, mocht het type 1 of type 2 zijn, dan zou ik wel aanraden om jaarlijks toch nog een routine check-up eenmalig te kunnen doen. Um, daarnaast, als je ziet dat je je um, gezonde leeftijdsadviezen niet kan nakomen, dan zou ik ook nog adviseren om jaarlijks een controle te doen. Um, en uh, ook nog uh, ja, als je rookt, als je hoge bedruk hebt en cholesterol, want dit zijn allemaal geassocieerd met diabetes. Welke maatregelen kunnen beleidsmakers dus nemen om uh, diabetes terug te dringen? Om diabetes terug te dringen, um, ik zou zeggen misschien maandelijks, um, toch nog um, gratis in verschillende districten. Misschien glucosemeting, screening op diabetes, um, maar ook nog uh, het feit dat eigenlijk uh, het financieel gedeelte ook nog heel belangrijk, een belangrijke rol speelt. Want in een latere fase heb je dus dialyse en die zorgt ook voor heel veel financiële uh, uh, stoornissen of laten we zeggen um, um, bagage bij iemand die aan met mentaal heel veel uh, vecht tegen diabetes. Dus ik zou zeggen dat ze dus deze mensen een beetje ook kunnen ondersteunen uh, qua financieel. Hoe belangrijk is educatie uh, voor uh, diabetes, vooral onder de jongeren? Educatie onder de jongeren is uh, heel essentieel vanwege het feit uh, dat diabetes een holistische benadering moet krijgen. Dat wil zeggen dat er heel veel aspecten zijn die een rol spelen bij diabetes. Niet alleen lichamelijke klachten, dat je medicamenteus aan diabetes behandelt. Maar ook nog um, daarachter liggende geestelijke mentale uh, uh, gedeelte die ook wat aandacht moet krijgen. En ik denk dat de jongeren dus een, een, een goed voorbeeld daarbij kunnen zijn. Of ook kunnen meehelpen met campagnes uitvoeren om eigenlijk uh, de boodschap naar andere mensen uh, mensen met diabetes en zo te kunnen brengen. Welke boodschap heeft u voor de Surinaamse samenleving hieromtrend? Ik zou zeggen. Um, take your food as your medicine, or else you'll take your medicine as your food. Let er op leefstels adviezen, voornamelijk je dieet en beweging. Beweging minimaal 150 minuten per week. Het is ongeveer 30 minuten per dag matig beweging. En ook nog wat eten betreft: um, minder glucose, koolhydraten. Minder uh, ver, uh, verzadigde vetten eten. En een uh, variatie aan uh, voeding. Fruit misschien één keer per dag of twee keer per dag. En uh, ook nog stoppen met roken. Ervoor zorgen dat je jaarlijks toch nog een controle doet. Uh, ...bij je, je eigen huisarts. En uh, ja, ik zou zeggen, dit zijn de basisdingen waarin men uh, zich moet houden... ...om eigenlijk diabetes te voorkomen. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sanang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten... ...dan kunt u ons gerust een WhatsApp bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sralentori, snel, scherp, altijd bij de tijd.